Hoi, kan je deze video een duimpje omhoog geven voordat ik dit potlood naar mijn andere hand gooi? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oei. Ik hoop dat het je is gelukt. En in de Fan Friday van vandaag is het tijd voor een gloednieuwe dingen die nooit zouden zeggen. Vorige keer heb ik er eentje gedaan met dingen die leerlingen nooit zouden zeggen. Alleen het is alleen maar eerlijk als ik er ook eentje doe met dingen die leraren nooit zouden zeggen. Vind jij dit soort video's nou net zo leuk als dat ik ze vind om te maken? Zorg er dan zeker eventjes voor dat je op dat belletje klikt dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. Ik ga er niet al te veel meer over zeggen. Laten we meteen beginnen met het allereerste ding dat leraren nooit zouden zeggen. Als jullie zo ongelooflijk veel te zeggen hebben, praat dan luider! Open jullie boeken op pagina 278 en we gaan het hebben over koning Lodewijk junior senior de 64ste. Het beginnen. Kinderen, onthou hè. Ik heb totale stilte van jullie nodig en de toets begint nu. Succes. Hi. Nee. Echt? Ja, dat bedoel ik maar. Mevrouw. Oh, wacht even hoor. Ja? Kan u alstublieft even stil zijn? Zie je niet dat ik aan het bellen ben? Shh. Nee hoor, je stoort me totaal niet. Vertel. Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is meneer Kop en ik zal jullie leraar zijn het aankomende jaar. Er is één regel waar jullie je absoluut aan moeten houden. En dat is dat jullie zeker never nooit mogen opletten in mijn les. Maar jullie zullen dat toch niet nodig hebben, hè? Oké, allemaal. Gefeliciteerd, dit was echt een super goede gymles. Ik ben trots op jullie. Dit gaan we vieren. Wie wil er donuts? Ja, lekker. Extra veel suiker. Oké, kinderen. Zoals jullie weten is deze toets zeer belangrijk. Dus als je het antwoord niet weet, kijk dan af bij je buren. Of zoek het op Google. Beste studenten, ik wil jullie graag introduceren aan onze nieuwe leerling, Jip. Hi. En daarmee wil ik jullie graag ook aanmoedigen om haar vooral zeer welkom te heten door haar kei en keihard te pesten. Meiden, ik heb me toch iets gehoord. Er gaat een roddel rond dat Susie vreemd gaat met Mark. Oh, Susie. Sorry, ik was even vergeten dat jij in deze klas zat. Oepsie. Maar is het waar? Oh. Mag ik naar de wc? Wat voor dag is het vandaag? Vrijdag. Oh, ik haat vrijdagen. Hey, hey! Niet rennen in mijn les. Lopen. Langzamer. Langzamer. Zo moeilijk is het toch niet? En de vierde is frictiewerkloosheid. Nou, hoeveel vormen van werkloosheid zijn er in totaal? Ik weet het, ik weet het. Susie? 4. Dat is juist. En daarom ook fout. Oh. Ik had jullie immers verteld dat jullie niet mochten opletten tijdens deze les. Oké, klas. Doe eventjes wat jullie willen voor de komende 20 minuten. Ik ga even poepen. En dit is dus de kunst van een 13-jaar. Oh, horen jullie dat, kinderen? Dat is het brandalarm. Normaal gesproken moeten jullie zonder paniek de school uitlopen. Maar vandaag blijf lekker zitten. Ik heb iets heel belangrijks dat ik jullie moet leren. Nou goed, er zijn 2 soorten potloden. Stop eens even met lopen. Heb jij dan helemaal niks geleerd thuis? Jullie zijn hier op de gang. Dus allemaal rennen, rennen, rennen!
brein is dan op dit gedeelte. En vervolgens moet... Sorry dat ik te laat ben, mevrouw Appel. Eeuw, wat heb jij nou weer aan? En wat heb je met je haar gedaan? Om deze les wat nuttiger te maken, verwacht ik van iedereen om de hele dag door TikTok te kijken. Oeh, het is best wel fris in dit klaslokaal, of niet? Ik heb een idee. Ja, laten we gewoon de verwarming aanzetten. Oh. Jullie ook al goed? Oké. Kevin, hier. Alsjeblieft. Ik heb een vraag voor jullie. Wie wil met mij Roblox spelen? Oh, u heeft uw huiswerk niet afgemaakt omdat uw hond dat heeft opgegeten. Allee, geen zorgen. Ik geloof u. Ga maar lekker zitten, hè. En u hoeft de hele week geen huiswerk te maken. Dat is vreselijk, hè. Ja, jongens. Ik ben te laat. Ik weet het. Maar maak je geen zorgen, want... ik heb een te laat briefje. Oké. Wie heeft zijn huiswerk voor vandaag niet af? Psst, Bobby. Als u mijn auto gaat schoonmaken, dan geef ik u een 10 voor uw toets. Ik hou van poepen op school. Oh nee, oh nee! Vechten, 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 ja! 10 second rap out. We komen Linda, Anna, Lida, Sarah, Carolina, Roxy, Roxy, Blaze, Crystal, Rosalie en Nina, Alyssa, Daily, Cupcake, Happy, Sarah, Slimy, Slime, Nathalie, Sharona en Ritara. In de vorige Fan Friday heb ik gereageerd op haatreacties. En op die video heb ik meer dan 3500 reacties van jullie gekregen. Met zulke lieve woorden. Ik wil er eventjes zeggen dat ik echt super mega dankbaar voor ben. Ik vind het geweldig. Ik heb bijna vrijwel alle reacties gelezen. En ik wil heel graag dat je weet hoe ongelooflijk veel dat voor me betekent. Dus dankjewel daarvoor. En wil je kans maken om in de 10 second wrap-out van de volgende Fan Friday te komen? Dan kan dat. Je hoeft alleen maar eventjes een reactie achter te laten onder deze video met het woordje wrap-out. Out. Wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!